Oh, you what? What? Hey, what? Show me your police badge. No. Let's go. Yes, why not? Let's go to the police. Oh. You're from the police. We hebben problemen met de Thaise politie. Maar daar is dan ook al heel wat aan vooraf gegaan. This is one big scam. No, I don't know anything. Ik ben Kees van der Spek en dit is Oplichters in het Buitenland. Aan de hand van verhalen van gedupeerde vakantiegangers reis ik de wereld rond. Als een argeloze toerist maar, gewapend met een volle portemonnee en een verborgen camera, laat ik me oplichten. Om zo de daders te ontmaskeren en hun slimme trucs bloot te leggen. This is one big scam. But you did a trick. You're a thief. 50 euro. Nog. Het team van oplichters in het buitenland reist naar Bangkok. Op de luchthaven pin ik mijn portemonnee vol en ga op pad in het land van de eeuwige glimlach. Benieuwd hoe snel ik straks van mijn geld af ben. Jaarlijks bezoeken 200.000 Nederlanders Thailand. En al die reizigers pikken een paar dagen Bangkok mee. Een bruisende metropool waar bijna net zoveel mensen wonen als in heel Nederland. Ultramoderne wolkenkrabbers worden afgewisseld door schrijnende sloppenwijken. Bangkok is de stad van de 1000 tempels. Hippe shoppingmalls en gezellige bars. Maar ook de stad van illegale bokswedstrijden, de Thaise maffia en heel veel prostitutie. In deze wereldstad worden duizenden nietsvermoedende toeristen opgelicht. Waaronder Marielle Admiraal uit het Noord-Hollandse Bergen. Een paar jaar geleden vallen zij en haar man tijdens een vakantie ten prooi aan een geraffineerde oplichterstruc. Een toeristenval die begon met zo'n onschuldig rondritje in een tuk-tuk. En we gingen het avontuur aan. Maar dat avontuur is uiteindelijk niet zo verlopen als wij wilden. En als je nu op de bank zit en je kijkt naar de televisie, denk je, wat stom dat ze dit gedaan hebben. Misschien denk je dat, maar echt, het is... Het was zo geraffineerd allemaal en we hadden het echt niet verwacht. Hele trieste zaak, al het vakantiegeld op. Marielle viel ten prooi aan een netwerk van edelstenenoplichters die toeristen voor duizenden euro's geld aftroggelen met juwelen die veel minder waard zijn dan ze beweren. Om dat netwerk bloot te leggen, willen wij in dezelfde val lopen. Dit is het onder backpackers beroemde Koh Samui Road, midden in Bangkok. Hier komen reizigers uit de hele wereld uit alle hoeken samen om even uit te blazen van hun trip. Je kunt hier lekker uitgaan, goed eten en vooral shoppen tot je erbij neervalt. Wij nemen onze intrek in een hotelletje hier om de hoek en doen een laatste check met onze verborgen apparatuur. Dan gaan we naar buiten, naar de drukste toeristenstraat van Bangkok. Zou ons hetzelfde overkomen als Marielle uit Bergen, die hier een aantal jaar geleden met haar man ook liep? Toen werden we aangehouden door een tuk-tuk-chauffeur of we een ritje wilden maken langs de bezienswaardigheden van Bangkok. Nou, dat leek ons wel wat. Nou, en we dachten, ja, laat ons maar verrassen, prima. En op een gegeven moment is hij gestopt bij de Big Buddha en nog bij een paar dingen. Al snel word ik ook aangesproken door een tuk-tuk-chauffeur. Where you bring us? Where? There. Het is dezelfde volgorde als Marielle met de tuk-tuk heeft gereden. Eerst naar de Big Buddha Tempel. Een bekende grote toeristische attractie in Bangkok. Hier gingen we de Big Buddha bekijken. Dat hoorde bij die tocht van de tuk-tuk. Kijk, hier 30 meter hoog. Ja. Just look and then we go. Ja, I know. Really nice, my friend. Okay. Oké, we go. De volgende tempel waar de tuk-tuk ons heen brengt, is de Lucky Buddha Tempel. Een tempel die in geen enkele reisgids staat. De Lucky Buddha Tempel is dan ook niet zo spectaculair als de vorige die we bezochten. Er is bovendien bijna niemand te bekennen. En toen kwam er een...
Een hele vriendelijke meneer die kwam bij ons zitten en we raakten zo aan de praat. En net als we weg willen gaan, is daar een vriendelijke meneer die ons op de bijzondere vissen hier wijst. En zelf gooit hij ook een visje uit. I have the Italian penny from Brescia. This is from Amsterdam. Yes, sir. You know Utrecht. Een vriend uit Nederland. Dat is natuurlijk erg toevallig. Dit lijkt op de val waar Marielle in liep. Ik laat hem rustig zijn verhaal doen. Mijn nieuwe vriend brengt het gesprek dan terloops op juwelen. Hij vertelt ook dat er toevallig net deze week Expo Week is in Bangkok. En dat biedt een unieke kans. Op een gegeven moment kregen we het over sieraden. En die vertelde ons dat hij sieraden had gekocht in Thailand. En dat hij dat voor met heel veel winst in Nederland weer had verkocht. Marielle's man wilde zijn vrouw verrassen met iets speciaals. En dit was zijn kans. En ook ik krijg een verhaal te horen dat net iets te mooi is om waar te zijn. My friend, die buyt van hier 38.000 baht. Wow. One ring, he buy blue sapphire, 38,000 baht. And he used in turn about 2 or 3 years. He bought his cutting from the factory, his cutting made 38,000, very nice. He used about 2.5 years or 3 years, and then he back to Utrecht, he back home. Before he back here, he go to Diamond Center in Amsterdam, Diamond Center, and he sold there 100,000 baht. No. Yes, really. De man doet net of hij mij belangeloos een gouden tip geeft. En wij spelen het spelletje vol overgave mee. So really 3 times in Holland? The price? The price difference is about 3 times or 4 times. Behulpzaam schrijft hij het adres op van een erkende, gecertificeerde juwelier waar we dankzij de Expo Week heel voordelig aan sieraden kunnen komen. Maar wat mijn collega en ik niet zien, is dat achter onze rug zijn Thaise glimlach als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dan pakt hij zijn telefoon. Wie wordt hier ingeseind? De tuk-tuk heeft ons hierheen gebracht. En ons bekruipt het gevoel dat de ontmoeting geen toeval is. Hier steekt de chauffeur veelzeggend zijn duim op naar die aardige meneer bij de tempel. We gaan op zoek naar de door de overheid erkende juwelier. En toeval of niet, onze tuk-tuk-chauffeur weet hem in 1 keer te vinden. In een stad met 15 miljoen inwoners. Okay. En toen stopte die tuk-tuk hier. Blue Saphir Collection. De tuk-tuk-chauffeur heeft ons afgezet bij de juwelenzaak. En dat blijkt een andere te zijn dan waar Marielle werd gebracht. Zouden er meer juwelenzaken in Bangkok bij dit verhaal betrokken zijn? De tuk-tuks met toeristen die ook goedkoop een mooi sieraad aan willen schaffen, rijden ondertussen af en aan. Want dit ziet er op en top professioneel uit. Niet een loesje handeltje, maar een groot en solide ogenbedrijf dat er al vele jaren lijkt te staan. Het personeel ziet er verzorgd uit en laat ons uitgebreid zien dat alles gecertificeerd is door de Thaise overheid. This is under control by Thai government. Okay. This is private, but we